We gaan namelijk een diadeem maken in prinsessenstijl. Wat heb je nodig? Kantlint en natuurlijk een diadeem. Houtlijm en gouden glitterverf. En zoveel mogelijk glitterdiamantjes die je kunt vinden. Je begint met het afknippen van het kant. Hij moet 1 keer om de diadeem kunnen. Dus je knipt hem ongeveer hier af. Het volgende stukje moet ietsje korter worden. Ongeveer tot de helft. En het derde stukje wordt het kortst. Dan heb je dus 3 strootjes in verschillende maten. En die knip je in. Die knip ik in, zodat hij straks makkelijk over de diadeem vormt. Nu heb ik dus 3 soorten maten strookjes kant. En om te zorgen dat hij aan de diadeem blijft plakken, ga ik ze eerst doordrenken met houtlijm. Hij moet echt helemaal doordrenkt zijn, want anders kun je niet meer gaan vormen. Ik heb al een glazen bakje klaargelegd, zoals je ziet. Nu druk ik hem tegen dat glas aan, zo. En dat doe ik zodat de gaatjes in het kant dan vrij blijven. En dat geeft nou juist zo'n mooi koninklijk krantjes effect. Niet te lang laten liggen, anders wordt ze hard. En dan kun je gaan vouwen. Je begint met de langste. Je legt hem op de diadeem. En dan vouw je hem erop. En nu maak ik de 2e laag. En laag nummer 3. Dit moet even hard worden. En om dat proces te versnellen, heb ik hier mijn föhn. Tadaa! Hij is helemaal hard geworden. Hoe leuk is dit? Nou, ik vind hem nu al leuk staan, maar hij kan natuurlijk nog veel leuker. Want een echt kroontje is goud. Nu de finishing touch, namelijk de gouden glitterverf. Dan gaat hij nog meer stralen. Goed uitsmeren. En dan kan het oppimpen beginnen. Laatste diamantje. Nou, jullie kennen hem inmiddels een beetje. Ik zou het liefst dit hele kroontje vol met diamantjes willen plakken. Maar hij is goed zo. Helemaal glamour. Nou, Famke. Tadaa! Dit is hem dan. Ik hoop dat het je stijl is. En, verrassing, ik heb ook nog armbandjes gemaakt. Met precies dezelfde techniek. Super makkelijk. Om je prinsessendoek helemaal compleet te maken. Hier een koninklijke armband.